Gerard, ik ben waar. Ja, ik denk vrij laag wel. Gemiddeld, ik denk gemiddeld. Ja, doorsnee. Check maar straks na afloop. De bandage, wat staat ja, als een legende? Dat vraag ik, maar ik sta naast een legende van uit de nieuwe dance scene. Mr. Ferry Corsten is hier. Ja, ja. Zo hip is, zo top is in de DJ. Het zit in het water hier. Ja, serieus. Alles wat hier vandaan komt, dat groeit eerst in Nederland. En dan gaat de grens over en dat soort dingen. En dat zie je dus al een aantal generaties DJ's, producers ook. En dat is dat is te gek om dat te zien. Laten we even kijken naar een klein beetje van jou wat eruit komt in Miami. Ja, dat vind ik. Just wave to all your friends around the world listening right now. This is the invasion, this is a state of trance, and this is Ferry Corsten! Wow, daar sta je dan. Ja. In Miami, wereld aan je voeten, en dan? Ja, ten eerste, zoals je kon zien, het was heel gezellig. Ja, dat is waar wij Nederlanders toch wel van houden natuurlijk. Je beseft het eigenlijk niet, maar je staat er toch met een clubje Nederlanders. Die allemaal met z'n allen toch wel wat bereikt hebben. Dus dan sta je dan in Amerika en daar is die dance nu zwaar aan het openbreken. En dat is wel mooi om daar dat deel van uit te maken. En als je dan thuis komt en je gaat de hele wereld over, wat is dan het eerste wat je doet als je een Hollander bent? Eerst wat ik doe, ik woon aan een heel mooi watertje in Nederland. En ik ga altijd eerst eens even op de bank zitten en gewoon kijken naar, hey, ik kom de boot er nu voorbij. En Nederlands landschap gewoon eventjes. Ja. En een boot op de havenslag. Ja, weet je wat. Tof dat je hier was en succes, hè? Ja, zeker. Dank je wel.